This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes gaat niet meer uitsluitend over de radiohobby. Het doel is populaire wetenschap. Ik wil met de komende series een beetje de randen van het domein verkennen. Dat is wat ik met de komende afleveringen ook beoog. Daily Minutes, gemaakt op 17 november 2022. Het is een donderdag. Je hoort de laatste jaren veel over wat in het Engels processed food heet en de eventuele kwalijke gevolgen daarvan. Er is eigenlijk geen goede vertaling in het Nederlands voor het begrip. Bewerkt voedsel of bewerkte voeding is een vertaling ervoor, maar het heeft niet de lading die de Engelse term wel heeft. Niet alle bewerkte voedsel is slecht natuurlijk. Er zijn talloze voorbeelden die we ook later in deze serie nog zullen zien. Het raspen van een appel zodat de peuter die beter kan eten is ook een voorbeeld van bewerkt voedsel. En ik kan daar nauwelijks wat verkeerds aan bedenken, tenzij de geraspte appel niet meteen gebruikt natuurlijk. Bij processed food denk je ook eerder aan industrieel bewerkt voedsel. En dat is in het Nederlands misschien een betere term, industrieel bewerkt voedsel. Deze nieuwe serie, waarvan ik nog niet het aantal afleveringen weet, is een uitprobeersel. Niet alle tekst zal zelf gemaakt zijn, omdat ik met schrijven veel meer ervaring heb dan op de presentatie en de audiovormgeving, zal ik me daar meer op concentreren. Delen van deze serie komen bijvoorbeeld indirect van de website Wikipedia. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik een niet-zendamateur onderwerp wilde nemen hiervoor. En dit is een onderwerp waar ik zelf graag wat meer van wilde weten. Food processing is in beginsel al het omzetten van landbouwproducten in voedsel of van de ene vorm van voedsel naar de andere vorm. Food processing omvat vele vormen van voedselverwerking, van het maken van graan om rauwe bloem te maken naar thuis het eten koken tot aan complexe industriële methoden die worden gebruikt om convenience food, ook wel gemaksvoedsel genoemd, te maken. Sommige voedselverwerkingsmethoden spelen een belangrijke rol bij het verminderen van voedselverspilling en het verbeteren van voedselbehoud, waardoor het totale milieu-impact van de landbouw wordt verminderd en de voedselzekerheid wordt verbeterd. Primaire food processing is nodig om de meeste voedingsmiddelen eetbaar te maken. Daarnaast heb je secundaire food processing. Dat verandert de ingrediënten in vertrouwd voedsel. Een voorbeeld daarvan is het maken van brood. Op de derde vorm, tertiaire voedselverwerking, is veel kritiek omdat het overvoeding en obesitas bevordert, te veel suiker en zout bevat en te weinig vezels. En omdat het ook anderszins ongezond is met betrekking tot de voedingsbehoeften van mensen en landbouwhuisdieren. Ik begin deze serie meteen met het ergste in de voedselbewerking, convenience food, in het Nederlands gemaksvoedsel zoals ik al zei. En daarnaast is het bekend als tertiair processed food. Het is voedsel dat commercieel wordt bereid, vaak door verwerking en bewerking, om het gebruiksgemak te optimaliseren. Dergelijk voedsel is meestal klaar om te eten zonder verdere voorbereiding. Het kan ook gemakkelijk draagbaar en meeneembaar zijn, lang houdbaar of een combinatie van dergelijke handige eigenschappen. Hoewel restaurantmaaltijden aan deze definitie voldoen, wordt de term daar zelden op toegepast. Gemaksvoedsel omvat kant-en-klare, droge producten, diepvriesproducten zoals TV-dinners, houdbare voedingsmiddelen, kant-en-klare mixen zoals bijvoorbeeld cake mix en snacks. Brood, kaas, gezouten voedsel en ander bereid voedsel worden al duizenden jaren verkocht. Andere soorten voedsel werden ontwikkeld met verbeteringen in de voedseltechnologie. Sommige kant-en-klaar maaltijden kunnen per land en geografische regio verschillen. Sommige staan onder kritiek vanwege zorgen over de voedingswaarde en hoe hun verpakking vast afval op stortplaatsen kan vergroten. Er worden verschillende methoden gebruikt om de ongezonde aspecten van commercieel geproduceerd voedsel te verminderen en bijvoorbeeld obesitas bij kinderen te bestrijden. Gemaksvoedsel wordt commercieel bereid om gemakkelijk consumeerbaar te zijn. Producten die als gemaksvoedsel worden aangemerkt, worden vaak verkocht als warme kant-en-klaargerechten, als product bij kamertemperatuur, als houdbare producten of als gekoelde of diepgevroren voedselproducten die minimale voorbereiding vereisen, meestal al in opwarming. Gemaksvoedsel wordt ook beschreven als voedsel dat is gemaakt om het aantrekkelijker te maken voor de consument.
Gemaksvoedsel en restaurants zijn verder vergelijkbaar omdat ze tijd besparen. Ze verschillen daarin dat restaurantvoedsel kant-en-klaar is, terwijl gemaksvoedsel meestal een rudimentaire voorbereiding vereist. Beide kosten doorgaans meer geld en minder tijd in vergelijking met helemaal opnieuw koken. Door de geschiedenis heen hebben mensen voedsel gekocht bij bakkerijen, melkfabrieken, slagerijen en andere commerciële verwerkers om tijd en moeite te besparen. Het Azteekse volk van Centraal Mexico gebruikte verschillende kant-en-klaar maaltijden waarvoor alleen water hoefde te worden toegevoegd voor de bereiding. Deze maaltijden werden met name door reizigers gebruikt. Maismeel, dat werd gemalen en gedroogd, ook op pinoli genoemd, werd in deze vorm door reizigers eeuwen geleden al gebruikt als gemaksvoedsel. Ingeblikt voedsel werd in de 19e eeuw ontwikkeld, voornamelijk voor militair gebruik en werd populairder tijdens de Eerste Wereldoorlog. De uitbreiding van conserven was in belangrijke mate afhankelijk van de ontwikkeling van conservenfabrieken om grote hoeveelheden blikjes zeer goedkoop te produceren. Voor de jaren 1850 vereiste het maken van een blikje voor voedsel een bekwame bliksmid. In de periode daarna kon een ongeschoolde arbeider die een machine voor het maken van blikken bedient 15 keer zoveel blikken per dag produceren. Een van de eerste bewerkte voedingsmiddelen op industriële schaal was het verpakken van vlees. Na de uitvinding van een systeem van koelwagens in 1878 konden dieren die worden gefokt en geslacht op honderden en later duizenden mijlen of kilometers verwijderd van de consument worden gemaakt. Ervaring in de Tweede Wereldoorlog heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van diepvriesproducten en diepvriesindustrie. Modern gemaksvoedsel begon in de Verenigde Staten in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Veel van deze producten hebben hun oorsprong in door het leger ontwikkelde voedingsmiddelen die zijn ontworpen voor een lange houdbaarheid en gemakkelijke bereiding op het slagveld. Na de oorlog hadden verschillende commerciële voedingsbedrijven nog productfaciliteiten over en sommige van deze bedrijven creëerden nieuw gevriesdroogd en ingeblikt voedsel voor thuisgebruik. Net als veel andere productintroducties waren niet alle producten succesvol. Basisvoedselproducten zoals vissticks en persiken in blik werden gecompenseerd door mislukkingen zoals hamsticks en cheeseburgers in een can. Deze nieuwe focus op kant-en-klaar maaltijden en het gebruik van technologie in de keuken verlichtte echter de arbeid die traditioneel door vrouwen werd verricht en daarom stelden maaltijden die snel konden worden bereid vrouwen in staat meer controle over hun tijd uit te oefenen. Vanaf de jaren 2010, als gevolg van een toegenomen voorkeur voor vers, natuurlijk, geheel en biologisch voedsel en gezondheidsproblemen, nam de aanvaardbaarheid van bewerkte voedingsmiddelen voor consumenten in de Verenigde Staten af en was de reputatie van grote verpakte voedselmerken beschadigd. Bedrijven reageerden door gezondere formuleringen aan te bieden en merken met een betere reputatie over te nemen. Tot zover het eerste deel over processed food, verwerkt of bewerkt voedsel. Industrieel bewerkt voedsel wellicht. Ik doe momenteel toch wel 1 of 2 dagen over zo'n uitzending maken, zoals de voorgaande. Ik denk dat de volgende delen korter zullen zijn om die reden. Die tijd die het kostte was, ondanks dat de tekst al geschreven was, wat natuurlijk ook nog enige tijd in beslag neemt. De tijd gaat zitten in het editen, in het inspreken. En ik moet hier ook de juiste stemming voor hebben om het zo goed te kunnen doen. Maar ik ben wel zo professioneel dat het meestal wel lukt. Maar als het tussen drukke vertaalopdrachten door moet, of zoals nu met een piepende kat op de achtergrond, dan gaat het toch een stuk minder goed. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction. Although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek. Voor altijd de Joker van België.